Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij alweer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we dus de rewards van deze week openen. Met Marquinhos, Hernandez, we gaan ze wel, maar Milinkovic, Savic, zoals jullie wel weten misschien, is dit het thema de week van deze week, maar deze video komt later online, dus de thema de week is er niet meer. Dus ja, we zijn nu aan het wachten tot we Ultimate Team in kunnen gaan, dan weten we welke rewards dat we hebben. En we zijn dus Ultimate Team in, en onze squad wil rewards, we hebben dus goud 1. En dan, ik ben ondertussen ook met Sven aan het bellen, maar hij zit over de AirPods, dus jullie horen hem niet. We hebben dus 3 pakketjes in de store klaarstaan. Welke zijn het? Jumbo Premium Gold Pack, een Prime Electrum Spelers Pakket en een Prime Mix Spelers Pack. We gaan die eerst open doen. En wat krijgen we eruit? Even zien. Geen walkout. Een Engelse striker, West Ham United, Antonio. Die is wel shit. Allemaal zilver, ook goed voor die Dele SBC's. Dan gaan we de Prime Electrum Spelers Pack open doen. Daar heb ik al een walkout uit gepakt. En nu krijgen we daar een borden uit. Links midden. Limar. 83 Limar. Ook wel decent voor de pack mee te starten, de video mee te starten en te eindigen eigenlijk, want dit is nog 1 packje. En dan gaan we dit stukje van de video nog laten, dus volgende week in deze video is het Team of the Year. En hier krijgen we ook weer al een borden uit, Engels, Scam, Foden, dat is goed, we Foden eruit krijgen. Politano, Baumgartner, ja. Decent. Costil. Die kan ik op de transfermarkt zetten. Die ga ik straks wel verkopen. En nu gaan we even nog een preview pack open doen. Ik zie wat we daaruit gaan krijgen. Als daar een walkout in zit, koop ik hem. Team van de week. Ja, ik moet hem nu wel kopen. Ik heb die al. Ik heb die al dubbel. Dus we gaan die niet kopen. Ja, check duplicates. Ja, ik heb er toch al dubbel, dus ik kan die niet verkopen. Ah ja, wel, ik kan die wel kopen. Ik heb hem toch untradable, dus. Ik kan hem gewoon kopen, die pack. Ik heb de pack gekocht. En dus die ga ik niet verkopen, die Ajork. Anthony, 1000 coins erbij, dat is altijd leuk. En dat is weer al 10k erbij, sowieso. Dus dat is weer geld erbij op de bank. Dus eigenlijk heb ik weer waarde uit die pack gehaald dan ik er eigenlijk in had. Dus ja, 4e team van de week deze week. Ik kan er geen meer pakken, denk ik. Dus ik heb Under gepakt, dat is een feature team van de week, Beritas en Ajork. Maar dit was dit deeltje van de video zoals jullie het kunnen doen. En het is dus vrijdag en we zitten nu dus in de FIFA. En ja, 41 packs die ik heb klaargezet in de afgelopen weken. En ja, het is dus vrijdag. Het volledige team hier zit dus in packs. Ik wacht niet op de andere man, want dat is Cristiano Ronaldo. Dus we gaan beginnen met de City packs, de 2-rare golds. Als het wilt laden, het wilt laden. En wat krijgen we eruit? Daar krijgen we nog niks uit. Daar krijgen we gewoon een Bailey uit. Zeker Bailey. Dus ja. Dat is al de eerste City pack aan zoppen in. Deze City pack voltooid. En dan de tweede Tourer Gold. Je ziet wat we daar uit gaan pakken.
Back ook een rijruit, centerback Vertonghen. Vertonghen, pack ook eens uit die packs. Ja. En Barkley. Allemaal folder voor packs. Voor SBC's te doen. Dan een toegereden gold players pack nog eens. Ik heb zoveel packs klaarstaan dat ik gewoon te veel packs heb klaar. Dat is Melen. Malen of Melen of. Oh, ja, ik weet niet meer hoe het spreekt. En Camp. Dat is ook wel iets goed. En dan heb ik nu nog 38 packs over. Toegereden golds zijn altijd shit. Ik heb er ooit een keer zon uitgepakt. En hier krijg ik ook de walkout uit. Fuck, Vardy. Die ga ik gewoon discarden. Ik ga die gewoon discarden. Gewoon Vardy gediscard, omdat ik kan er niks meer aanbrengen. Toen dat was de eerste walkout van de video. Daar heb ik een player spec. Hopelijk krijg ik daar een team hieruit. Nee, gewoon Pulisic. Ja. Dus we hadden al één walkout in deze video. Ja. Walkout nummer 39, 40. Ik weet niet hoeveel walkout er ook nul zit. De tradable rijder lijkt een player spec. Krijg je daar nog wel een team hieruit? Krijg je een borden uit? Gabriel Jesus. Dat is ook de eerste keer dat ik die pack. En die gaat direct de transfermarkt op. Hopla, transfermarkt opgezwierd. Allemaal. Die kunnen wel wat waard zijn. Small Extens Player Pack 3. Nee, Small Extens Player Pack. Pack er niks uit. CDM, Arnold. Ja, Arnold. Nogthans geen duplicates. Deze, ja, wel één duplicate deze video. Dus voor die waar die kaart hebben. Die kan ik nog terughalen. Prime, Premier League, Prime, Prime, Prime pack, dus zei het. Daar pak ik ook eens een walkout uit. Cam. Yes, Bernardo Silva! Tweede walkout deze video. Walkout nummer 40. Wie zit erachter? Niemand anders. Yes. Nu komen de goede packs. Premier League, Premier Players pack. Nog eens. Nu een team over hier, please, EA. Borden. Centerback. Aspi. Aspi. Die deck is nog niet dubbel had, denk ik. Duplicates. Mogen gewoon gediscard worden. Ik heb gewoon geen goesting om die bij te houden voor SBC's. Ook al ben ik RTG. 75 reden rare player. 75 plus reden rare player. Dus ik kan altijd iets in zitten. Maar hier zit nu niks in. Dat is CM. Dat is Ruben Neves. Dus ja, let's go. We zijn al door de helft ongeveer van de packs. Nee, nog niet. We hebben nog maar 10 packs geopend. Dus ja, let's go. Nog eens een rare CDM. Luis Milla. Ken ik zelfs niet. Wajo. Nog eens een 75 rated rare player. Borden. CF. Zo, Felix. Die komt goed van pas. Jo, dat is goed dat er iemand me stuurt via Snapchat. En dan nog eens een 75 rated rare player. En wat zit daarin? Een walkout! Mares! Shit, ze stooien gewoon mijn walkouts! Derde walkout in deze video! Ze stooien gewoon mijn walkouts bij mij. Oké, 75 reden terecht, player. Again.
En dat is weer al een borden. Borden en wildcards strooien ze niet mee. David Silva, de Centurion, is back. Centurion, he's back. Allemaal high rated voller. Oké, Premier League 3 players back. Kan wat in zitten, want er zit niks in bij mij. Ik hoop nog altijd op een kanteetje of een Fred. Kom aan, geef me die De Bruyne of geef me die Kanté. Nee, striker. Watkins. Komt ook van pas voor low-rated folder. En die mag gewoon getwiksteld worden. Eerlijk plus attackers, player back. Kan een Messi in zitten, maar ik denk niet. Wel een borden. Korea. Dacht eerder Lautaro. Dus het is Korea. Hop. Nu komen we aan de decent packs. Daar heb ik er heel veel van klaargezet. De midfielders packs. Daar zit nu in de eerste zit nu geen walkout in, maar dat is wel Camavinga. Nee, Aouar. Dat is Camavinga, maar het was Aouar. Dat is Aouar. Nog weer 89 plus. Hier, de kant 1. Nee, ook niet. Cam. Isco. Decent. Gewoon voller voor de volgende, precies. Eén dag dus midfielder spek. We pakken nog altijd geen team hier gepakt. Wales. Bale. Decent. Ook low rate folder. Voor de club. Voor de club in te sturen. Hop, we zitten over de helft van de packs. En nog altijd geen team hier. Rechtsmidden. Politano. Ik had die niet dubbel. Ik had die ooit eens in de club gehad, maar nu niet meer. Nog eens een pakketje open doen. Hop. Nee, zit hem ook niet in. Wie is het dat? Marlos. Letterlijk het laagste wat ik kunnen hebben. Marlos. En nu nog eens midfielder player pack. Wie gaan we daaruit pakken? Niemand. Wie pakken we daaruit? Lo Celso. En die had ik al dubbel, dus mag gekwikseld worden. Veel items gekwikseld. Die kan ik wel halen met, al terughalen met recovery. Als het echt moet. Oké, wie is onze volgende packer? Suchek. Heb ik gelijk? Ja, ook al dubbel, dus discarden maar. Ik ga geen onnozele SBC doen. Oké, volgende. Working walkout. CDM. Paredes. Komt goed van pas. Voor een objectief dat ik moet doen. En dan 81 plus midfielder spec terug is in. Je ziet maar wat we daaruit gaan pakken. Krijgen we weer al een borden uit. Sabitzer. Ja, Sabitzer. Decent. Als we nu geen team hier pakken, heb ik nog een kans bij Footies. Dus. Dan kan ik nog wel een paar team hier pakken. CM. Weer al die Los Celso. Weer al die Los Celso. 14 packs. Kom aan. Dit team hier moet in de laatste 14 packs zitten.
En hier doet het wel niet in. CDM. Fridge. Fridge. Ik ook in discard worden, ik had ik al. Dat had ik al dubbel, dus ja. Intact plus midfielder spec. Again. Dit weer aan worden in Engels, cam. Oh, nee. Mount. Lower aid folder again. Hopla, nog eens een pack. Nog eens Kovalsi, nee, Brozovic. Low rate folder again. Gewoon low rate folder voor Team of the Year packs. Eerdag plus midfielder pack. Let's go. Dat is ook low rate folder, dat is Forsberg. Dat is het land van Ibra. Kadabra. Kom aan. 81 plus midfielder spec. Let's go. We hebben al lang geen walkout meer gezien. CDM. Limer. Red Bull Leipzig of Red Bull Salzburg? Moet ik even bezien. Red Bull Leipzig. Kom aan, geef ons die walkout, EA. Ja, Gnabry. Sané. Allemaal low-rated folder, hè. Waarin packs is zeker. Kom aan, weer aan borden. Frans, links, midden. Lemar. Die hebben zo vaak al gepakt in video's. Ik verpas ze altijd in Oké. Success packs. Daar moeten ze in zitten. Let's go. Hier niet. Cam. Brand. Maar ik heb wel decent de walkout al gepakt. 81 plus defender, dus dat kan wel een Hakimi of een andere pack. Andere. En hier pakken we Kier in. Simon Kier. Nu gaan we naar de City packs. Premium Gold Players pack, tradable. Daar kijken we ook shit uit. Krijg alleen maar Nacho Fernandez uit. Decent eigenlijk al, maar ook niet decent. Snap je? Snap je? Allee. 4 packs. Redelijk een place weg. Come on. Wereldborden. CF. Roberto Firmino, die heb ik dubbel, dus die mag. Naar boven. Dus. Menja, Martial. Menja kan wel waard zijn. Zapata kan wel waard zijn. Menja, Buffon. Roberto Firmino. Dus met z'n allen gewoon naar boven. Allemaal op de transferlijst, smijt ik ze. Redacteur playback nummer 2. Let's go. Daar krijgen wij niks uit. Dat is linksback, dat is Alex Theus. Kan wel waard zijn inderdaad. Team of the Week. Kan wel waard zijn. Die ga ik zo beter bezien. Lacroix kan wel waard zijn. Ik hou die even gewoon op mijn transferlist gewoon voor high rate folder. Hallo rate folder. En nu ga ik eerst het megapack opdoen. En daar zit in een Spaanse links wingback, Angelino. Heb ik dubbele?
Twee duplicates. Die ga ik ook gaan discarden. En de volgende is de megapack. En daar moet het in zitten, en team hier. En we krijgen gewoon een borde. Striker. Weer al die verdomde Korea. Tweede keer is die video. En heel veel goede. Heel veel. Nike Flight, ja. En ik ga al die shit dus verkopen. En dan zal ik wel zien op hoeveel dat ik uitkom. Ik ga jullie sowieso up to date op mijn. Ja, in deze video nog. Ja. En we zitten nu dus terug in de FIFA Boys and Girls. We hebben weer al een ding voltooid. Dat we nu een Premier League premium spelerspakket hebben voltooid. Ja, we gaan die zo claimen ze en we gaan zien wat we er gaan uitpikken. Hopelijk een team of hier, een kanteetje of een De Bruyne of iets anders. Maar we gaan nu dus naar de store voor een keer te zien wat dat we eigenlijk gaan krijgen uit de pack. Mijn pack is sinds gisteren wel wat terug, sinds gisteren is hij wat terug. En nu gaan we hem openen ze, zien wat we gaan pakken. We krijgen gewoon een walkout, een gewone walkout, een Engelse rechtsback. Trent Alexander-Arnold, dus dan kan ik mijn andere Trent verkopen. Dan heb ik hem untradable. Oké, ik heb deze week ook weer een goal van de week. En deze week gaat deze goal naar Son met deze actie. Heung-min Son. Koekoek, binnenkant voet, prachtig in het doel. Ik heb die actie gemaakt toen ik samen met Sven. Allee, Sven heeft die actie gemaakt toen ik samen met Sven koop aan het spelen was. We hebben toen samen koop gespeeld en dat was gisteravond nog. Hebben we nog koop gespeeld en heeft Sven die actie gemaakt met Son. En het was echt wel een lekkere actie. Shout out naar Sven voor die actie. En die gaat ook in een van zijn video's komen. Dus ja. We zijn nu aan het wachten. Het is nu 9:15. Binnen 20 minuten ben ik bij jullie terug met de rewards. En we zitten dus in de FIFA momenteel. En we gaan naar de squad battles rewards. Want we zijn elite 3 geëindigd. Ik was gisteren nog elite 2. Maar met punten dingen heb ik toch een rank lager. Maar we hebben nu 72k op de bank. Dus ja. Nee, we gaan niet ultimate team verlaten. We hebben 3 pakketjes in de store. We gaan het eerste gewoon skippen. Allee, het eerste gewoon. Prime X Players Pack. Ik zie wat erin zit. En dat is gewoon een team of the week in. Centerback. Rugani. Easy 10k. Easy 10k. Hup. En Gravenberg. Mag er ook in. Hup. Easy dub, easy 10k. Twee rare Electrums. Kan er nog van alles in zitten, hè? En hier zit er al niks in. Dat is een spit, dat is Richarlison. Hebben jullie dubbel? Jazeker. Nee, ik heb die niet dubbel. Maar gewoon in de club voor folder. En dan hebben we nu nog eens een pack. En er zit een border in, border, rechtsback, Ricardo Pereira, decent. Ja, dat ziet er al decent uit. Ik ga die Rugani proberen te verkopen. En dan ben ik bij jullie terug. Allee, ik ga de... Ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam is Ronald Dillen en vandaag was het een lange video, dus ja, bedankt voor het kijken en ik zie jullie guys in de volgende video maar weer. Joejoe!
Thank you.